Niet alleen op de Haagse Hofvijver komt de vuurwerkshow. Ook het Stadsdeel Laak krijgt tijdens de komende jaarwisseling een eigen vuurwerkshow. De show wordt gehouden aan de Leegwaterkade. Bewonerscollectief, de buurt bestuurt, heeft het initiatief genomen om de show te organiseren. Maar waarom eigenlijk? We hebben het initiatief genomen voor deze vuurwerkshow om te laten zien dat het ook anders kan met nieuwjaar. Een andere vorm van jaarwisseling. En we willen het ook neerzetten. We willen laten zien dat het anders kan. Wat kan er dan anders? Wat er anders kan is dat je een centrale vuurwerkshow organiseert in Den Haag. Een derde centrale vuurwerkshow waarbij je probeert in de wijk de mensen een beetje samenhang te geven op oud en nieuw. Om op een andere manier oud en nieuw te vieren en op een andere manier om te gaan met vuurwerk. En we hopen ook dat dat leidt tot het minder afsteken van consumentenvuurwerk. Om 11 uur 's avonds begint in de Laakhavens de muzikale optredens van DJ's. Vervolgens is om 12 uur de vuurwerkshow die 15 minuten duurt. Daarna draait de DJ's tot ongeveer 12:30 in de nacht.